Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik de alfabet challenge in Plopsaland te pannen. Dus ik zou zeggen, laten we direct aan beginnen. Het alfabet begint natuurlijk met de A. De A van attractie, achtbaan, de Anubis. Daar gaan we dan, de Anubis. Het is al een beetje aan het schemeren, want het park is vandaag tot 0 uur open. Dus ja, ik heb genoeg tijd om deze video op te nemen. Maar dit gaat helemaal anders zijn als in de daglicht. Kijk eens aan, niks van wachten. Dit is geweldig. Daar gaan we, tweede keer. Dit is het helemaal achteraan. Oh. Wow, achteraan schud je wel veel meer. Oh my god. En welke attractie begint er nu met de B? De Big & Betsy tractoren. Dus dat gaan we even lekker doen. En ik heb spijtig nieuws, want de Big & Betsy tractoren zijn net gesloten. Als dat karretje daar is, ja, dan sluit de attractie. Want ja, het is 7 uur in de avond en dan sluiten ze al de kinderattracties en blijven alleen de grote attracties. Maar nog iets dat met de B begint is de Balloon Race. Dus dan gaan we daarin. Oké, laat maar. Deze is ook gesloten. Dan hebben we nog maar één optie. De Boomba speeltuin. Die is, ja, wel open, hè. Daar zit ik dan. Op de Boomba Whip. Iedereen kijkt naar mij. Maar ja, de B is dus check. Ook geslaagd. Nu naar de C. En de C van Carousel. Ik hoop dat het geluid nog goed is, want ik heb mijn telefoon net heel hard op de grond laten vallen. Dus ik hoop dat de audio nog goed is. Maar ja, we gaan in de chorus. Carousel. Hier zit ik dan op de Carousel. Wat hou ik toch van de letter C? Not. Ik wou zeggen de D van Dino Splash, maar er ligt geen water in de baan. Dus ik vermoed dat hij niet werkt. Allee, dat hij uitstaat voor deze nacht. Naast de Dino Splash bevindt zich de draak. En dat is toevallig ook mijn D. Dus laten we de draak doen. Daar gaan we. De draak heeft er net 2 rondjes gedaan. Dus ik hoop dat wij ook 2 rondjes mogen. Wow. Net zat er een meneer op de draak te klimmen om dingen te herstellen. En ja, het werkt terug. En dan komen we aan bij de letter E. En de E is natuurlijk van eten, dus ik ga dit even opeten. Ah, dat heeft gesmaakt. En dat alles voor maar €4,49. Dan gaan we nu door naar de letter F. En de F van natuurlijk het FC, de Kampioenencafé. Het ziet er hier letterlijk uit zoals op de serie. Het café en zo, geweldig. En hier is de antiekzaak van Fernand. Ach, dit hebben ze echt super mooi nagemaakt. Ja, ik zit er even bij een lampje. Maar ja, de G van de grote golven en het is nu nacht. Dus dat lijkt me heel leuk om eens in de nacht te doen. Daar gaan we. Eerst heel traag beginnen schommelen. En dan vanaf nu gaan we beginnen draaien. En nu gaan we steeds harder. En net niet over het heuveltje. Ja, we zijn over het heuveltje. Ik heb dus eens ergens gelezen dat deze 70 per uur gaat. Ik kan dat wel geloven hoor. En nu zijn we bij de letter H gekomen en ik dacht van, aha, de hangbrug. Dus laten we de hangbrug doen. Oh my god, je hebt hier een super mooi uitzicht. Ik zou echt gewoon eens willen slapen, zo hier, gewoon een slaapzakje en met dit uitzicht wakker worden. Oh, geweldig dit. Maar we zijn nog niet klaar, we hebben nog een klein eindje te doen en dan zijn we bij de glijbaan. Daar gaan we dan, de glijbaan in. Ja. En kijk eens wat daar voorbij komt. The Ride to Happiness. Woehoe. Oh, ik schreef zelfs als ik er niet eens in zit. Wow. Ik heb helemaal niks met de I gevonden. Dus ik denk dat we het dan op een andere manier moeten oplossen. Ik ga nu
in een stoel zitten. Ik hoop dat het telt. Ja, er is geen attractie met de I, dus laten we dan overgaan naar de volgende letter. En de J van de Mega Mindy Jetski. Ja, het gaat alleen maar om het woordje jetski. En hier zit ik dan in de Mega Mindy Jetski. Woehoe! En nog eens. Joehoe! De kuststrand naar de zee. Want misschien is die ook mooi. En de L van Lichtshow. Ik ben net op tijd, want de Lichtshow is net begonnen. Die is hoe mooi en al die bellen hier. En natuurlijk de M van Mayaland. En ik ga nu deze attractie doen. En voor de letter N ga ik niet kijken naar Samsung, maar ik lijkt wel een raket. Oké, ik kan het niet aan. Ik wil de show gewoon zien. En niemand op de wereld heeft een motto zoals wij. En ook... En voor de O ga ik kijken naar het optreden van Samson en Marie. Ja, sorry voor de creativiteit, maar ja, ik vind gewoon geen attracties met de M en de O. Voortaan rijden wij wel met de fiets. En voor de letter P dacht ik aan de Plopsa Express. En voor de Q ga ik een Q&A houden met Victor van Kaatje. Ik heb eigenlijk maar één vraag en dat is, hoe gaat het met jou? Je weet toch, broer. Oké, en misschien nog een tweede vraag. Waarom heb je nu dit grijze masker op? Voor straks overval te doen, je weet toch, broer. Tot de doei! Een beetje veranderd sinds mijn kindertijd. En we zijn aangekomen bij van een roze vuilbak. Ik moet iets in de roze vuilbak steken. 3, 2, 1. Merci voor het. Dit was geweldig. Storm op zee. T van The Ride to Happiness by Tomorrowland. Woehoe, daar vertrekt hij. Oh, in de nacht, dit lijkt me echt super cool. Heel traag over de kop. Wow. En nu komt de lancering. Ik ben Laura, aangenaam. Wat? 3, 2, nu! Nu gaan we gelanceerd worden! Oh. Yeah. Wow! Wow! En nu naar beneden! Wow. Wordt dat kindje? Oei! Oei oei! En natuurlijk de U van Unicorn Magneet. Dit is geweldig, ik ga het afrekenen. Ik ben echt super blij met mijn unicorn. En dan nu de letter W van WC. Niet zo'n wachtrij zoals je ziet. En ja, natuurlijk de X van Xavier. En die zit in Rox. Dus laten we even praten met Rox. En Rox, gaat alles goed met jou? Ik ga jou overrijden, je weet toch. Doe ook niet zoals Victor alsjeblieft. Heb je nog leuke dingen gedaan? Ik heb gisteren 150 gereden in zonne 30. Een attractie kon koppelen, maar ja, ik doe het met wat ik heb. Allee, Plopsaland is heel groot, dus ik ben blij zijn dat er wel een paar attracties waren met de letter. Maar ja, dit was de video. Abonneer zeker om nog meer video's te zien. En ja, doei!